Are you a lucky man? Yeah, I guess so. Yeah, comparing to other guys, they still in the camp. Yeah, I consider myself lucky. Sommige asielzoekers werden in Brabant met open armen ontvangen. En andere Brabanders maakten zich weer wat meer zorgen. Nou, we zijn weer wat verder in de tijd en ik ben benieuwd, hoe is dat nu? In ons programma De Ontmoeting geven mensen de kans om elkaar gewoon simpelweg te leren kennen. Maar ik ben benieuwd, hier in Rosmalen, staan mensen daar open voor? Het dorp Rosmalen hoort bij de gemeente Den Bosch en telt zo'n 35.000 inwoners. Een paar kilometer buiten het dorp worden 500, uitsluitend mannelijke, vluchtelingen opgevangen in een noodopvang. Eens kijken hoe het leven is in de lommerrijke Rosmalense wijk Malenskamp. Waar gaat de ronde heen? Ik ga naar Geffen toe. Oh. Dus dat is niet zo heel ver en daarna ga ik een rondje fietsen. Wat is dit voor een straat? Wat is dit voor een buurt? Een hele rustige, mooie, groene buurt. Ah. Ik woon hier al 25 jaar en ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Denk er even over na. Komt u? Of ben ik u ontzettend aan het storen? Een beetje. Ja, toch een beetje? Ja. Hallo meneer of mevrouw? Hallo. Nou, ik ben in mijn pyjama, dus oh, jee. Het is een ideaal moment. Totaal ongelegen. Ja. En ik ben net in deze straat en ik was een beetje benieuwd wat het gevoel hier is in de straat. Hoe mensen met elkaar omgaan. Ik ben net komen wonen. Al net, 2 jaar. Ja. Dat vind ik nog maar net eigenlijk. Ja. Is het een sociale wijk? Doen mensen veel voor elkaar? Als je elkaar nodig hebt, dan help je elkaar. Dus en stel je generatie... voor dat ik nou als soort van buitenstaander hierbij zou willen horen. Uh-huh. Wat moet ik dan doen? Kennis maken met de buurt. Gewoon kennis maken. Nou, gaan lopen. Wat gaat u doen? Ik ga even boodschap doen. Oh, heerlijk. En wat moet er allemaal in huis worden gehaald? Wat broodjes voor het ontbijt. Oh, het ontbijt. Om 11 uur mag, hè? Brunch maken we ervan. Nou, dat is wel lekker, ja. Nou is er bij u, zeg maar, in de buurt zijn allemaal nieuwkomers, hè? Mm-hmm. Voor even of voor langer, mensen in de noodopvang. Mm-hmm. Zijn die ook al hier een beetje geïntegreerd of gaan kennis maken? Voelt u daar iets van? Niet zichtbaar. Wonen hier maar aan Zuid- en Noodopvang? Niks van gemerkt. 500, nee, ja. Dacht ik. Ja, die wonen bij Autotron, ja. Bent u wel eens nieuwsgierig naar de levensverhalen van de mannen? Ja, absoluut. Absoluut. Maar ze komen wel bij mij thuis. Ja, om wat? Om te eten, om te ontbijten, praten. Oh, wat bijzonder dat u dat doet. Ja. En hoe was die allereerste keer dat dan vreemdelingen toch in je huis komen? Ja, wij hebben het heel bijzonder ervaren. Heeft mij iemand wel eens een keer om een sigaret gevraagd en dan maak ik een praatje met hem. Ja, daar is het. Die mensen willen toch ook gewoon hier leven en misschien wel werk doen. Dus... En dat is oké? Okay? Ja. Ook nieuwkomers ook hier komen werken? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Ja. Er is genoeg te delen of zo? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik ben wel eens geweest op de racefiets en ik heb gezien hoe ze daarbij zitten, inderdaad. En hoe is dat? Ja, ik vind het best wel schrijnend. Ja? Ja, met z'n allen op elkaar. Een hoop mannen natuurlijk, alleen maar mannen. Nou, merkt u daar iets van, dat er 500 mannen bij zijn gekomen? Ja, ze fietsen hier een beetje in en weer en staan een beetje te buurten. Ik vind het wel gezellig. Nou, dit is volgens mij echt het buurtwinkeltje van Malenskamp, hè? Ja, dat klopt. En de mannen die wonen in de noodopvang, doen die ook hier hun boodschappen? Soms, ja. En hoe is de sfeer dan? Want misschien is er wel iets veranderd. Nee, het is op zich qua sfeer veranderd er niks. Het is alleen soms moeilijk, omdat ze dan nog wel eens Frans praten. Ja, ik kan geen Frans, dus dan wordt het lastig. Geen last van de 500 mannen uit de noodopvang, behalve dat ze soms Frans praten. Echter, op een andere plek in de wijk Malenskamp, op het landgoed Koudewater, worden binnenkort woningen vrijgemaakt voor permanente opvang van vluchtelingen. En daar is niet iedereen gelukkig mee. Ik ben er wel heel verdrietig over. In januari komen de asielzoekers op Koudewater. Ik heb er een heel leuk huisje. Wij moeten weg, want er komen asiel. Dus u woont op Koudewater?
En daar komen nu asielzoekers en dat maakt dat u een ander huis moet gaan zoeken. Ja, maar daar kunnen die mensen niks aan doen. Ik zeg al, ik ben kwaad op het bestuur en op de gemeente. Ik snap wat u zegt. U ontmoet wel eens mensen van de noodopvang of nog helemaal niet? Nee, de noodopvang hebben we geen mensen ontmoet, nee. Ik zou best een keer een kijkje willen nemen, hoor. Dat snap ik. En dan? En dan? Kijken wat het met me doet. Nou, dat kan geregeld worden. Want ik ben hier natuurlijk om mensen een mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten. Deze man. Ja? Kent u hem ook? Nee. Enig idee waar hij vandaan zou kunnen komen? Ik zou uit het Midden-Oosten vandaan komt of zo. Of Turkije misschien, Marokko. Ik denk van het AZC. Nee. Hoe oud zou die zijn? Laten we even fantaseren. Nou, Bas, 30, ik denk dat jij er beter zit. 30, sorry, net 34. Geen gevaarlijke gast? Nee, ik denk het niet. Dus jij zou er wel een goed gevoel bij hebben en een klitspraatje mee maken? Ja, zeker. Om 1 uur hebben we een filmpje van deze man. Ja. Om eens wat meer te horen over zijn leven. Op Omroep Brabant. Ja, nou zitten we hier in Trefpunt. Oké. Heeft u tijd om even langs te komen? Dat is goed. Ja, dat wil ik wel doen. Ja, hier in Trefpunt. In Trefpunt. Okay. Dus ik moet eigenlijk nu gewoon zeggen, ga, hè? Want dan hebben we de meeste kans dat we elkaar nog om 1 uur zien. Nou, hou er maar rekening mee dat ik er ben. Ja. Super. Is goed. Oké. Okay. Dankjewel, hè? Ja. Kijk, als ik dat nou geweten had, had ik vanmorgen om 8 uur opgestaan. Dan, Want dan was u wel gekomen. Ja, dan was ik wel gekomen. U had wel interesse gehad. Ja, wel. Want? Vind ik wel leuk. Ja, ik vind het toch wel interessant wat er gebeurt dan met die mannen. Dus, Zou u erbij zijn als u geen andere plannen had? Zeker. Ja. Ja. Want waar bent u dan bijvoorbeeld wel nieuwsgierig naar? Nou, zijn levensverhaal bijvoorbeeld. Om 1 uur zitten we in Trefpunt. En dan laten we aan een paar mensen in de straat het filmpje zien. Oké. Okay. Komt u? Dat vind ik een goed idee. Ja. Dat vind ik ook een goed idee. Ja. Wat leuk. Ja. Staat u daar open voor? Ja, tuurlijk. Jullie moeten alles doen wat u wilt. Maar ik niet. Nee, u niet? Nee, want dan heb ik geen tijd. Jammer. Dat is nou echt jammer, ja. 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 U had het wel willen zien. Ja, ik had het eigenlijk wel willen zien. Maar dan heb ik andere bezigheden, dus. Ja. Ik zou best willen. Maar dan moet ik wel wat dingen verzetten. Dus, ja, maar dat gaan we gewoon doen. Dat is niet zo erg. Ik vind het echt waar? Jullie gaan gewoon dingen verzetten? Ja, ik vind het best leuk om te zien. Ik vind dat fantastisch. Zou u dat filmpje willen zien? Ja, dat wil ik wel zien, ja. Ik bedoel, naar die bijeenkomsten van Koudewaard kom ik niet meer om te vertellen. Iedere keer dezelfde onzin en ik heb het helemaal gehad. Gehad met de gemeente? Ja. Ja. Nou, dan gaan we gewoon hem eens leren kennen. Ja. Tot 1 uur. Nou, ik heb het gevoel dat u elkaar hier allemaal wel een beetje kent, hè? We gaan kennis maken met Kaldoen. Kaldoen, 32 jaar, komt uit Damascus, de hoofdstad van Syrië. De oorlog noodzaakte hem zijn vaderland in 2014 te verlaten. Hij vluchtte naar Nederland en kwam in het asielzoekerscentrum van Rosmalen terecht. Sinds kort heeft hij een verblijfsvergunning voor 5 jaar gekregen. Hallo. So this is where you lived? Yeah. This is used to be my bed. In general, it's a camp, you know, and the camp is, I guess, I believe, my opinion, is always bad. It's not a place, not a home, not school, not a work. Yeah, just a camp, so. No privacy at all here, no. Yeah, I thought I would stay here maybe 1 month, 2 months maximum. But yeah, I stayed here for 6 months, and yeah, a few days, I guess. But actually, yeah, as a refugee, you have some expectations, like, yeah, refugee camp, then maybe you will learn the language, then you live in some place, but yeah, that's it. You can't control your destiny, maybe. Het asielzoekerscentrum in Rosmalen is een groot tentenkamp,
waar uitsluitend mannen worden opgevangen. Maar liefst 500. Why did you fled Syria? Well, I has two reasons. Yeah. One, like all the young men in Syria, I am wanted to go to the army. Yeah. And then I will be a soldier to kill or being killed. And I don't want to be a soldier. The second reason is more personal. I was a lawyer, a criminal lawyer. Yeah. And I worked at the counter-terrorism court in Syria. So my clients were accused of act of terror. And because the court is not neutral, they considered him as a terrorist also, or you are providing help to the terrorist. Was it difficult to make the decision to get out of Syria? Yeah, nobody like to get out of his country or his life. It's not an option. No, it's, yeah, you have to do it because it's dangerous to stay. And if you say, yeah, I will just keep hiding, you will be a threat not only for yourself, but also for your family. It was, yeah, I think it's a very bad memory, yeah, because I left in the early morning. It wasn't nice at all. Yeah. And I don't know when I'm going to see them again. I got out of my country. I went to Lebanon by a car. Then I took a plane to Turkey. From Turkey, I took a boat to Greece. In the middle of the sea, the horizon, only water. I was afraid maybe the engine will broke down. It was really scary and we don't know what's going to happen. I made it to the borders between Greece and Macedonia. Maybe you will be caught by police or guards, but also free. Yeah, just crossing country after country, border after borders. Then I took the train from Germany to the Netherlands, to Amsterdam. I went to a police station and I end up here in Rosmalen. I stayed here almost 9 months, but now, I'm living at the town itself. You live in Rosmalen itself? Yeah. Kaldoen leerde Eefke kennen, die vrijwilligerswerk deed in het AZC. Ze deed hem 2 maanden geleden een voorstel. Ik heb Kaldoen en Irab leren kennen in het kamp in Rosmalen. Ja. En op een gegeven moment werden zij ook echt vrienden. Ja, elke keer als ik hen weer terugbracht naar het kamp, voelde ik mezelf op een gegeven moment niet meer fijn bij. Dus ik dacht, ik heb hier ruimte, dus waarom... Kunnen zij niet gewoon hier komen totdat ze een eigen woonruimte hebben? Er is een zogenaamde logeerregeling, bestaat er. Eigenlijk omdat het COA ook heel een tekort aan opvangplekken heeft. Ja. Stimuleren ze dit totdat ze zeg maar een eigen woonruimte krijgen. Are you a lucky man? Yeah, I guess so. Yeah, comparing to other guys, they still in the camp. Yeah, I consider myself lucky. Yeah, I was a little bit surprised because... Yeah, I didn't expect it to happen to me, like someone offering me to come and stay with him. Yeah, at the same time, I had a little bit of bad feeling because I wish it for everyone, for everyone at the camp to meet someone and to spend time with, especially Dutch people, because it's very important. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich misschien enigszins zorgen maken en met goed bedoelde adviezen komen. Zou je dat wel doen? Dus ik heb wel het besluit wel zelf gemaakt en daarna heb ik gewoon iedereen ingelicht. Nadat mijn familie en mijn vrienden hen ook ontmoet hadden, waren zij ook gewoon helemaal, staan zij ook gewoon helemaal achter mij. Bye bye, veel plezier.
environment in Lyon. Okay. Yalla. Bye. Love you. Bye. Yeah. Your wife. Yeah. How many times do you phone her or Skype? Yeah, 10 times maybe a day. 10 times a yeah. day. Yeah. Skype is your lifeline. Yeah, I depend a lot on Skype. Is it difficult for you that you only have this contact? Yeah, it's the hardest moment when she feels alone, when she has a difficult situation and I am useless and hopeless about it. I need to be next to her. I want her to be here with me as soon as possible. Yeah, I think it will take time, a lot of time. Yeah. Waiting. Yeah, waiting. Actually, the last year of my life is just about waiting. Yeah. Your country is famous of Den Haag, which is capital of international justice, of course, because of my professional background. I would like to be at this atmosphere. And when I return, I will take this experience to my country to help rebuild the legal system, the political system there. Well, maybe you will live and study here the next few years. Yeah. How's your Dutch? Well, it's okay. Ik heet Geldoen. Ik ben 32 jaar. Ik ben advocaat. Ik vind het leuk hier in Nederland. Yeah. Een advocaat uit Syrië. Nou, wat gaat er als eerste door u heen? Ja, ik vond het best wel emotioneel om te zien. Maar ik vind wel dat hij zich toch goed doorheen slaat. Ja, het feit dat iemand die mensen in huis genomen hebben, dat verbaast me eigenlijk wel een beetje. Want? Knap. Knap? Ja. Je verwacht dat niet zomaar. Ik wist ook niet dat er zomaar kon, zo'n logeerregeling. Ben je er niet van op de hoogte? Nee. Ja. Nee. Ja. Zou u het zich kunnen voorstellen dat u asielzoekers in uw huis heeft wonen? Dat is zeker een overweging al wel geweest, ook bij ons thuis. Om dat op tafel te leggen en... Ik heb er nachten van wakker gelegen om het uiteindelijk niet te doen. En dat heeft ook te maken met de keuze die de anderen erin maakte ook. Hoor. Maar ik vind het heeft wel een enorme impact, hè, als je zo'n keuze maakt. Ja. Ja. Dus... Wat denkt u, mevrouw? Wat zijn zijn kansen? Ik hoop dat het mag lukken. Maar... de kansen, ja, ik heb mijn twijfels daarover, omdat er bij ons al zoveel ook zonder werk zitten. En dan, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar ik hoop dat er heel veel kansen voor hun komen. Wat maakt het moeilijk? Om dus toch een klein beetje passend werk te vinden. Kun je voorstellen dat mensen zeggen, het is genoeg, er zijn te veel mensen. Er is geen plek meer, geen ruimte meer. Kan je daar iets van voorstellen? Ja, die discussie die is ook gaande hier in de buik. Ja. Dat er te veel bij elkaar zit. En dit is een noodopvang. De andere kant van de wijk, richting Koudewater, daar komt een permanente opvang. En daar is heel veel discussie over. Over het maximum aantal dat daar zou moeten zitten. Vanwege de omstandigheden. En snapt u dat dan een beetje? Als u zelf zo ontzettend positief ingesteld bent. Ik heb er wel moeite mee. Ik heb er wel moeite mee, ja. Want u woont in... Ik woon op Koudewater. Ja. Heeft u zich gerealiseerd hoe erg het voor ons is dat wij daar weg? Ja, dat is zeker. Ik begin bijna weer te janken, want ze komen nou per 1 januari. Ik wil daar op een eenvoudige manier aan mensen taallessen geven. Want ik wil er wel iets bijdragen. Ja. Want ik neem het echt die mensen niet kwalijk. Nee. Alleen, daar wordt niet bij nagedacht soms, denk ik. Hoe erg het voor ons is, daar weg. Is het goed dat we gewoon Kaldoen erbij gaan vragen? Dat hij hier aansluit? Some people here told me they have a painful heart because
There are more people who would like to say to refugees, come and live in our house, but it always has a big impact. Yeah. You now live with Eefke? Yeah. 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 Eefke, she's a very kind person. She's very generous. And she's very open-minded. Yeah. And I can tell that she's very brave. And can the people from Rosmalen help you integrate? What do you need from them? I found out that the best way to help the newcomers to integrate in this society is to communicate with them. I'd like to ask you, how do you see your future in Holland? Actually, I am very optimistic of being here. And I am trying to be so realistic. Of course, I prefer to return back to my country and start my life again. Also, I hope to add it to this society or to return the favor. This lady lives in a place and she has to leave her house yeah. because of the new people. What would you like to say to them? Every time I hear that there's something like a competition between the refugees and Dutch people for the housing, I feel very bad because I have mixed feelings actually about it. So one part of you thinks yeah. it's necessary because we don't have a home yeah. and the other part maybe feels guilty? Yeah, yeah. It's like this. Kunt u zich voorstellen dat u nog een keer met elkaar praat na vandaag? Nou, ik zou wel een keer in mijn huisje, op koude water, een keer op de koffie willen nodigen. So you are welcome for a cup of coffee in our house. Yes, thank you very much. Wat vond u er eigenlijk van deze ontmoeting? Verrassend. Geweldig, verrassend. Ja. Bijzonder. Ja. Bijzonder. Ja. Maar ik vind dit een hele mooie jongen. Good looking guy. From the outside or the inside? Aan de buitenkant of aan de binnenkant, mevrouw? Alle twee. Alle twee. Thank you. I am overwhelmed, actually. Dank je wel allemaal. We gaan afscheid nemen van elkaar. I don't remember anymore. I put like a red line in this memory and say stop.